Het is deze dagen zeer de moeite waard om naar de jeugdteams van PSV te kijken. PSV onder 17 doet het goed, PSV onder 16 doet het goed. En ook PSV onder 18, de ploeg van Jurgen Dirks, presteert uitstekend. En het neemt het op deze zaterdag op tegen het team van Michel Breuer. Sparta onder 18 is dat. En die ploeg krijgt de eerste grote kans van de wedstrijd. Uitstekende redding van Peersman op die inzet van David Garden. En in de rebound is het Rosario die wild overschiet. Maar een eerste waarschuwing van Sparta onder 18 aan het adres van PSV onder 18. En hier is waarschuwing nummer 2. Rosario pikt die bal op. Garden in eerste instantie niet trefzeker. Die voorzet was van De Nooyer. Hier is hij opnieuw. De Nooyer krijgt die bal terug van Finn de Bruin. De Nooyer met voorzet nummer 2 en daar de kans en nu wel de treffer van David Garden. Miste dus die eerste grote kans van de wedstrijd. Daarna ging hij voorbij aan de voorzet van De Nooyer. Maar hier is hij wel trefzeker en dus de voorsprong voor Sparta onder 18. En dat is toch wel verrassend. PSV onder 18 de koploper. Sparta een laagvlieger in deze competitie. Maar kijk eens naar de gelijkmaker zeg. Lars Putters is het die het doet. Geen kans voor doelman Murre. En vanuit ons camera-oogpunt ploft die bal heerlijk in de kruising. 1-1 dus. De stand weer recht getrokken. Hier het schot van Simons. Murre in de fout. En daar staat het alweer 2-1 voor PSV. Vlieger met de treffer. Fout van Murre. Na dat schot van Sven Simons. Hij moet lossen. Bal stuit vlak voor hem op. En Vlieger reageert zoals een spits dat hoort te doen. Hoebe blijft nog slim van die bal af. En dus de scheve situatie al heel vlug rechtgezet door de ploeg van Jurgen Dirks. In de tweede helft, Simons opent op Hoebe. Hoebe met de voorzet, Murre opnieuw in de fout. En opnieuw Vlieger die profiteert. Ja, en zo zijn zijn goals niet de allermooiste, niet de allermoeilijkste, maar ze tellen wel. Vlieger doet ook hier wat een spits hoort te doen. Ramt die bal tegen de touwen over de doellijn. En zo staat het dus 3-1 voor PSV. En dan is de wedstrijd wel beslist. Babadi, en daar staat hij weer. August Priske Vlieger. Ja, en ook dit zullen we maar weer een echt spitse doelpunt noemen. Aanvoerder Babadi in eerste instantie niet. Vlieger doet het wel. En dan staat het 4-1. En dan kan het niet meer misgaan voor Jurgen Dirks en zijn mannen. Vlieger nu met de voorzet op de ingevallen JV Laurens. En ook hij doet een duit in het zakje. 5-1 voor de koploper in de Eredivisie voor ploegen onder 18 jaar. Raakt hem niet helemaal lekker, Laurens. Maar het is genoeg om Murre voor een vijfde maal te passeren. Hier gaat Koen Jansen. Jansen op Babadi. Nee, het drama wordt compleet. Siem de Moes, de aanvoerder van Sparta onder 18, promoveert deze voorzet van Jansen tot doelpunt. Lullig voor hem, maar PSV onder 18 wint wel met maar liefst 6-1 van Sparta.